Het gaat weer van start. 4 dagen paardenspektakel in Beekbergen. We staan weer bij de veterinaire keuring. Mooie uitdrukking. Dat betekent dat paardenspektakel weer bijna los kan. Ik kan me voorstellen dat je er weer zin in hebt. Na hoeveel jaar is het? 2 jaar? 3 jaar? Ja, 2019 was de laatste keer dat we het georganiseerd hebben. Dus helaas moesten we 2 jaar pauze inlassen. En gelukkig zijn we weer terug op de kalender. Je hebt ook het een en ander veranderd of misschien wel moeten veranderen. Nou, dat is niet moeten, maar we organiseren het 33 jaar. En elk jaar doe je toch weer verbeterpunten tijdens de evaluatie opschrijven. En tegenwoordig is het reglementair dat je de vetcheck mag doen op hetzelfde bodem waar de dressuur op gereden wordt, dus op gras. Dus vandaar dat we hier, hebben hier veel meer ruimte voor de paarden als in het bos hadden we een harde weg liggen. Dus je hebt hier veel meer ruimte, dus het is wat professioneler opgezet. Dan zijn we, het pakt goed uit, we zijn er blij mee. En een paar nieuwe hindernissen, hoorde ik, zag ik. Ja, we hebben nu 3 demontabele hindernissen nieuw. 1 is omdat we altijd moeten werken met natuurlijk hout wat we in de grond boren. Nou, dat blijft niet zo heel lang staan, 3 jaar en dan kan je hem weer vernieuwen. Deze zijn gewoon zometeen na de wedstrijd weer netjes opgeruimd. Die gaan in de loods, in de opslag. En volgend jaar komen ze terug, je kan ze slepen. En je kan elk jaar weer een nieuwe hindernis creëren. En verder zag ik, maar dat kan aan mij liggen, volgens mij heb je meer deelnemers dan vorige keer. Heb ik dat goed gezien? Dat kan ik niet precies zeggen. Ik denk dat we een beetje op hetzelfde aantal zitten. We zitten op 75 tot 78 starters. We hebben jaren gehad, ook wel eens dat we de 90, 95 hadden. Maar wij willen ook dat de kwaliteit voor de rijders goed blijft. Dat ze lekker los kunnen rijden tot de plek is. Ook op het stallingsterrein. Dus we hebben een goed, sterk deelnemersveld. En daar zijn we met z'n allen als team heel trots op. Oké, programma wijzigt niet, hè? Morgen dressuur 2-tallen. 2 spannen moet ik zeggen. En dan heb ik het over donderdag, vrijdag de 4 spannen. En zaterdag klapstuk natuurlijk weer. Ja, zaterdag is natuurlijk spectaculair, de marathon. We hopen daar ook weer veel publiek te mogen verwachten. Natuurlijk de waterbak die hier staat, die wordt nu super mooi aangekeken op de tafel. Het VIP-dorp is klaar voor, met allemaal winkeltjes en het kidsdorp met van alles te doen. Springkussen, sminken, pony, gratis ponyrijden. We willen het niet alleen maar een evenement hebben voor de paardensporters. Maar we willen het eigenlijk, het evenement is gegroeid ook door mijn vader, door gratis entree. Dus dat het voor iedereen toegankelijk is, maar dat iedereen hier een geweldig weekend kan hebben. Eigenlijk iedere dag vanaf 9, 10 uur tot 's avonds 6, toch? Klopt, vanaf morgenochtend gaat alles open, zijn alle winkeltjes open. Gaat het Stroodorp open, is hier van alles te beleven. Dus het is, ze moeten komen. We verwachten ze allemaal. Verwacht je nog problemen met de temperatuur? Want het gaat toch weer warmer worden tegen het weekend, met name voor de paarden bedoel ik dan. Nou, ik denk dat de temperatuur tot nu fantastisch is. Het weerbericht zit er continu naast. Ik denk dat we een geweldig evenementen weer hebben. Ook omdat we houden dat natuurlijk per uur bij. Maar ook omdat het wat bewolkt blijft. En ze hebben het nu tot het zo 6, 27 graden gaat worden. Nou, met bewolkt, ja, dat is gewoon het beste temperatuur die we kunnen hebben. We zitten ook in de zomer, hè. Ze kunnen niet verwachten tot het 17, 18 graden is. Zou een beetje vreemd zijn.